Yo, kijkers, sneakers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van City Skylines. Dames en heren, jongens en meisjes. Op de vorige aflevering hebben jullie super veel duimpjes omhoog gedaan. Doe dat vandaag natuurlijk weer lekker weer. En hopelijk kunnen we weer de 1500 likes. Halen. Dat zou super awesome zijn! En we gaan weer lekker verder. Met de stad met de dubbele brug. En de stad die nog geen naam heeft. Dus. Een naam. Ik had jullie gevraagd in de volgende aflevering om mijn naam achter te laten. En ik weet eigenlijk nog niet zozeer iets. Het waren allemaal namen waar mijn naam in stond. En dat vind ik zelf een beetje egoïstisch om dat te doen. Dus ik dacht: Dus ik geef jullie nog een keer de kans om dat te doen. En anders doe ik gewoon poep in je aardes. City, downtown. Of zo. <laughs> Oké, okay, dus dames en heren. Uh, hier hebben ze energieproblemen. Waarom heb jij energieprobleem? De energy availability is heel laag. Deze advanced windturbine krijg ik pas bij de 1200 inwoners. Dus ik denk dat we maar gewoon een nieuw windmolentje moeten plaatsen. En het lijkt me vet als we die windmolens hier juist allemaal op die berg neerzetten. Want hier bovenop die berg is natuurlijk super veel wind. Dus dat is eigenlijk gewoon ideaal. Denk ik. Toch? Ja, ja. Oké, okay, dan verwijderen we deze powerline eventjes. Even kijken. Dan ga jij hierheen. En dan ga jij daarheen. Zo, nou hebben we nu, als het goed is, genoeg elektriciteit. Toch? Kom maar op. Ja, kijk eens aan. Holy shit. Oké, okay, energieprobleem is nu opgelost. En er waren super veel positieve reacties over dit. En mensen zeiden dat het op plankton leek. En als ik het zo bekijk: dit zijn zijn twee tentakels. Hier moet dan het oog zitten. Dit zijn zijn benen en dit zijn uh, uitsteeksels die er niet horen, eigenlijk. Maar ik vind wel inderdaad dat het een plankton van SpongeBob lijkt. Wat mij vet leek om deze aflevering te doen, is zo hier zo deze weg door te laten gaan. En hierboven ook nog wat huisjes neer te leggen. En uiteindelijk hier zo weer een weg. En hier wat huisjes. En daar weer wat huisjes. En daar weer wat huisjes. Daar weer wat huisjes. Overal huizen. Zoals jullie zien, we hebben weer wat demand. Noemen ze dat voor huisjes. Dus ik dacht, laten we dat maar gelijk doen. Alleen deze powerline zit nu dus al in de weg. Dus uh, laten we maar gewoon even de game pauzeren. Heb ik al gedaan, maar ik la la laat ik het nog maar gewoon even herhalen, dacht ik. Oké, okay, dus dan gaan we zo een beetje de bocht om. Oh god, nee, dit willen we niet hebben. Oh god. Ja, dit gaat nu dus al verkeerd. Kijk, waarom werk jij niet? Zo wel. Zo ook. Ik wil niet van die bruggen, zeg maar. Dat vind ik kut. Hashtag haat aan bruggen. Ja, 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 je kon het. Ik zag je wel blauw worden, jongen. Ik zag je wel. Ja, kijk aan. Ik had altijd al in je vertrouwen, meneer de Weg. Wist gewoon dat je het zou kunnen. Even kijken. Nu moeten we hier natuurlijk zoveel mogelijk plek gebruiken voor die verdomde huizen. Even kijken. Nee, geen brug alsjeblieft. Zo. Zo. Ziet dit er een heel klein beetje mooi uit? Ik weet niet, ik vind, ik vind dat de weg eigenlijk meer door het midden moet gaan. Dus we gaan even wat deleten. Dagweg, doei, leuk dat je er even was. Dank voor het bezoeken van mijn stad, meneer de weg. Kijken, kunnen we hier alleen via hier omhoog? Oké, okay, dat is dus een probleem. Oké, okay, hoe ver kan deze door? Tot daar vind ik wel. Nee, dan krijgen we zo'n schouwspel. Is dat nou weer volledig iets? Ga weg. Ik ben een perfectionist. Daar kunnen, dat kunnen jullie wel inmiddels zeggen. Uh, ja, we moeten het er maar mee doen, zeggen we dan. Hè? Uh, ja, dit ziet er wel redelijk uit, denk ik. Want het zijn maar die bergweggetjes, weet je wel. Dus het is nooit echt van die... Ja, het zijn nooit echt serieuze, rechte, mooie wegen of zo. Kijken, kunnen we hier al eruit? Oeh. Ja, dat kan nog net. Ja, dat kan nog net. Oh, kijk, nu, nu zijn we op iets. Waarom is dit nou weer toestie? Oh god, ja, daar kan je inderdaad geen weg neerleggen. Maar dat heeft wel iets hoor, dat hoogteverschil. Dat hoogteverschil heeft wel iets. Ja, ja. Kunnen we jou nog omhoog doen? Ah, nee, jammer. Kunnen we jou nog omlaag doen? Oh my god, wat de fuck heb ik nou weer gedaan? Nee, we doen het gewoon zo. Dan zijn het gewoon voor nu twee doodlopende wegen. Oké, okay, dan kunnen we de game weer aanzetten. En dan gaan we deze maar gewoon maar eens opvullen, zodat hier wat mensen kunnen gaan wonen. Waar nu? Oh ja, elektriciteit, inderdaad. Rustig blijven, dames en heren. De elektriciteit is onderweg naar hier. En jullie hebben elektriciteit, niet zo zeur, joh. Hier hebben ze ook wat water nodig. Dus om ervoor te zorgen dat daar water is... Uh, er is eigenlijk al bijna genoeg water, alleen nog net niet genoeg voor iedereen... En uh, doen we hier ook nog maar even... Oké. Okay. Oké, okay, dan gooien we hier gewoon nog wat meer huisjes neer. Oh, als iemand daar gaat wonen, daar Dan heb je een gevaarlijk, maar wel een, toch wel een mooie locatie. Dus ik bedoel, als het sneeuwt, wat niet gebeurt in deze game. Maar dan heb je een pittig mooie helling om vanaf te sleden, ja ja. Ik weet niet of je er levend vanaf komt, maar dat is natuurlijk gewoon eigen risico, weet je wel. Er zijn kliniekjes zat in deze stad, dus dat zal in principe geen probleem zijn als je doodgaat. Ik bedoel, ja. Het gaat me toch alleen maar om het geld, hè, jongens. En hier moeten dan bomen komen. Ik vind wel dat daar een bos is, alleen we kunnen nog geen bomen plaatsen. Dat kan pas bij de 700 inwoners zijn, en dat is nu! Hoppakee. Wauw. De timing, though. We kunnen naar een high school. Ik denk dat dat eerlijk gezegd nog niet zo heel nodig is. Oké, okay, dus we kunnen nu. Hebben we ook pijnbomen? Die moeten we eigenlijk wel hebben. Wat voor bomen hebben ze hier nou gewoon? Is dat deze? Ja, dat is die. Laten we die dan nou maar ook gewoon aanhouden in onze stad. Kijken, kunnen we hier een brush overheen gooien? Ja, dat kunnen wij wel. Hier ook nog een beetje. Moeten we sowieso meer doen hier in de stad. Kijk, hier nog een beetje. Zoveel mogelijk boompjes hier. Boompjes, die voegen altijd wat toe, vind ik. Dus die voeg ik gewoon lekker toe. Oké, okay, dus dit is op dit moment de look van de stad, dames en heren. Ik ben hier echt verliefd op. Even serieus, check gewoon hoe dit eruit ziet. Ik vind dit gewoon echt geweldig. Ik vind het abnormaal. Hier nog wat bomen, had ze flats. Zo doen we dat. Oké, okay, dus dan hebben we hebben hier nou wat huisjes liggen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Uh, het hele plankton-idee. Uh, hij heeft nou hele lange haren. Want hier lijkt het net alsof hij een doos optilt of zo. En dan heeft hij hele lange sprietjes. En dit, uh, dit is. Uh... Deze snelweg hier, dat is gewoon uh, een keutel of zo. En hier ligt de krokante krab. En dan gaat hij allemaal. Uh, uh, hoe heet die dingen nou alweer? Krabburgers gaat hij daar jatten. Plankton was echt zo iemand die gewoon. Die mocht je gewoon niet in de vroegere tijden. Oké, okay, even kijken. Ik vind dat deze wegen hier landinwaarts gewoon recht op dat ding moeten staan. Recht, die, die moeten parallel met elkaar. Dus om ervoor te zorgen dat dat gaat gebeuren, moeten we dit gaan verplaatsen. Oké, okay, maar, schouw daarheen. Um, even zorgen dat. Ja, is dit parallel niet helemaal? Zo, ik vind parallel genoeg, jongens. Alsjeblieft. Oh, hier deze weg kan in principe wel daarheen. Alleen nu is dus het probleem dat deze dat hier gewoon een vakje open is. En daar heb ik ook zo'n scheidhekel aan. Dus jij gaat daarheen. Uh, jij bent iets wat we gewoon kunnen deleten. Deze weg, we moeten gewoon al die pixels waar huizen kunnen, moeten we gewoon gebruiken, vind ik. Dat kunnen we op deze manier doen. Nu hebben we alleen de energie naar ons industrieterreintje verneukt. Dus die is nou weer terug. Rustig blijven, jongens. Rustig blijven. Godsamme zeg. Ik heb jullie toch nog zo gezegd om rustig te blijven. En dan blijven ze niet rustig hoor. Eigenwijze dingen zijn het ook. Oh wacht, we kunnen nou ook parken. En ik denk dat, uh, want ja zoals jullie zien alles is nou rood. Dus als we hier nou gewoon een parkje neerleggen. Dat komt dan goed uit denk ik. Kijk, uh, waar kunnen we het beste een parkje neerleggen? Ik denk dat het wel een klein parkje moet zijn. Oh kijk, ik heb ook van die containers. Ik ga nu niet plaatsen omdat dat nu nog veel te duur is. Maar dat is als we eventueel ooit een haven gaan doen. heb je zo'n containers die zie je wel eens bij die grote fabrieken. Uh, ja, zo'n klein parkje zocht ik. Uh, die kunnen we hier wel tussenin gooien, toch? Ja, die kan daar wel. Kijk eens aan, daar worden ze nu, als het goed is, allemaal groen of blauw. Nee, niet! Ik ga toch weg, joh! Ja, hier, dan krijg je van die groene pijltjes te gaan ze upgraden. Het is nou in ieder geval iets beter, laten we het zo zeggen. Oké, okay, ik, ik vind het heel leuk om hier zo die bergen op te gaan. Dus ik denk dat we hier maar ook gelijk weer hier omhoog gaan. Even kijken, hoe gaan, we die, hoe gaan we hier ooit een weg omhoog krijgen? Ik denk gewoon hier zo'n uitsteek, zo en dan hier zo omhoog. Dat we hier zo'n heel plateau hebben. Dat we dat maar gelijk gaan doen. Even kijken. Nou, ja, dit gaat dus totaal niet werken natuurlijk. Wacht. Um, misschien vanaf hier approachen. by new land. Als ik eerlijk met je ben, meneer het spel. Ik heb er op dit moment niet echt zo heel veel behoefte aan. Slow to steep, ga weg man. Helemaal niks, sloop to steep. Jij eens opletten. Kom op, kom op, kom op. Oké, okay, dus het is echt too, too steep hier. Nou, ik vind wel dat. Ah, nee. Um, hier, kom, hier komt trouwens uiteindelijk ook zo'n havenstadje. Alleen dat is niet zo fijn om een havenstad te hebben voor de fucking poep. Um, dus daar moeten we ook nog wat aan doen. Maar dat komt wel goed. Dat kan allemaal. Even kijken, wacht. Wat als we deze weg gewoon doortrekken? Ehm. Um. Kan jij hierheen? Nee, dat kan jij niet. Oh god, jongens. Wegen aanleggen. Het is nog moeilijker als jullie denken. Oh, wacht. Misschien zijn we hier nou op iets. Oh my god, we hebben hier gewoon letterlijk een tunnel. Dat is waar ook, want er is nou een tunnel update. Oh, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht, joh. Een fucking tunnel. Dat is het. Yes. Oh god, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oké, okay, dus dan ga jij hier omlaag. Ehm. Um... Ah, niet ik, precies wat ik in gedachten had, eigenlijk. Uh, ja. Weet je, misschien is, is dit niet zo'n hele handige tunnel. Nou. Um, <laughs> wow. Try again. We gaan nog meer omlaag. Dan gaan we nu naar de grond. Nee, dit gaat dus ook niet werken. Fuck you, tunnel. Energieprobleem. Oh god, oh god. Daarom hou ik de game even op stop op dit soort momenten. Oké, okay, wacht. Kunnen we hier zo langs een weg doen? Ja, dat kunnen we. Dus als we zo een kronkelwegetje langs deze heuvel hebben en dan zo omhoog, dan moet het kunnen. Daar moet het kunnen, jongens. Daar moet het kunnen. Kijk, sloopt steep, sloopt to niet meer te steep. Zo. Langzaam komen we er, langzaam. Ja, alleen ik weet dus niet of dit mooi gaat zijn op het einde. Want we hebben nou een hele mooie weg hier omhoog en dit gaat wel degelijk werken. Alleen, uh, ja. Of het mooi is, dat is een ander verhaal, jongens. kijken. Hier een mooi kronkelweggetje. <laughs> oh my god. Oké, okay, wacht. Het gaat even om het idee. Het gaat even om het idee hier. Um... To be honest, ik weet niet. Het haalt een beetje het effect van deze heuvel weg, vind ik. En ik denk dat we trouwens hier zo door deze heuvel ook zo'n tunnel hier omhoog kunnen maken. Beetje jammer weer dat we nou een hele aflevering dadelijk met de weg bezig zijn. Maar ja, ik vind het eigenlijk, als ik eerlijk met jullie ben, een van de leukste dingen van dit hele spel: gewoon met weg wegjes spelen. Kijk, we kunnen dit doen. Nu gaan we echt de berg in. Wat sowieso mooi staat. Dus ik laat dit, omdat het puur mooi staat gewoon. Het heeft totaal geen effect. Maar het staat gewoon mooi. En we kunnen eigenlijk wat we net deden gewoon in deze berg doen. Ik denk dat we nu een oplossing hebben. Oké, okay, langzaam maar zeker omhoog. Not enough money? Oh my god, hoe duur zijn die fucking tunnels dan? Dude! Uh, energie, 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 energie. Energie. Jij ook, energie. Alsjeblieft, jongen. Oké, okay. 3, 2, 1. Bats opgelost. Oké, okay. geef me geld, alsjeblieft. Thanks. We hebben de map een beetje laten glitchen, volgens mij. Oh, god. Het ziet er wel mooi uit, hoor, dit bruggetje. Begrijp me niet verkeerd. Alleen, we hebben wel echt de map grandioos laten buggen. Maar ik denk dat als we er wat bomen voor zetten, dat het niet meer opvalt. Let op. Kijken, zie... Oh, god. Ja, oké. Okay. Ehm um... Het is jammer dat je geen water had. Want dan kun je hier zo'n mooi watervalletje zo maken naar beneden. Um, stop. Ga jij daar eens weg. Dit kunnen we met de Terraform Tool. Wat volgens mij wel pittig duur is. Kunnen we dit fixen? Ja, kijk. Nou, gelijk drie fucking duizend euro verneukt. Maar. Tadaa! Opgelost. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay, uh, hier kunnen gewoon overal mensen wonen, denk ik. Alleen, het ziet er niet mooi uit, al deze kleine huisjes naast elkaar, denk ik. Dus als we er gewoon hier en daar een paar weghalen. Zo, misschien het, ziet dat er iets mooier uit. Want al die kleine huisjes naast elkaar, dat ziet er gewoon niet uit. Punt. Hier ook niet. Oh, wacht, jawel. Uh, Weet je wat? We laten het hoe het is. It is what it is, people. Oké, okay, dus we hebben nou in ieder geval stroom. En we gaan hier langzaam maar zeker de berg op. Tunnel, waar ben je? Daar ben je. Omhoog, alstublieft. Jezus man, zo'n tunnel kost me fortuin ook nog. Maar uiteindelijk zijn we wel boven de berg. Dus daar gaat het allemaal om, denk ik. Hè? Kijk, gaan we nog wel omhoog? Ja, we gaan nog omhoog. Oké, okay, dus langzaam maar zeker naderen we nu de top. Maar we maken in ieder geval genoeg geld. Dus, eh... Uh... Ja. Page up. Jee, staat in de weg. Wacht, dit is ook wel voor nu een mooi plekje. Alleen hier komt straks een hele stad. Op deze hele richting komt een stad. Dus we zullen jullie moeten verplaatsen naar ergens waar het beter is. Dat is hier. Hier produceer je genoeg. Dus ik plaats jullie gewoon daar. Op die regel. En jij daar. Kan jij daar ook nog bij? Jazeker. Jazeker. Oké, okay, dus dan gaan we weer de powerlines veranderen. Dus jij... Oh, jij bent al geconnecteerd. En dan ga jij gewoon langs de kust... Oh, wacht. Ik heb trouwens nu wat anders. Uh, we hoeven die powerlines helemaal niet te gebruiken. Want ik vind ze er niet echt mooi uitzien. Ik heb nou van die power relays. Alleen die kosten 500 per stuk. Alleen deze kosten 20 per cel. Ja, I don't care. Als we dan maar stroom hebben, hè? Zo, dit wel lang voordat we zoveel geld hebben. Slope to steep. Ah, oh, god. Ja, dan trekken we hier gewoon een power line. Not enough money, jongens. Ik ben ook zo'n arme zakje. Ik ben echt zo'n arme zak, ben ik. Maar we hebben nou in ieder geval bijna een weg naar boven. Page down. Alleen, ik vind dit waar moet die tunnel uitkomen? Het zou ideaal zijn als die hier zo uitkwam. Laat trouwens even weten of jullie dit tunnel en gewoon of jullie het wegen bouwen leuk vinden. Dan kan ik daar wat mee doen, weet je wel? Dan weet ik dat. Zo. Bijna, 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 bij Kijk waar die fucking tunnel uitkomt, man. Oh my god. Dit is een ramp. Mensen in deze tunnel rijden zich ook. Hier gaan sowieso verkeersongelukken komen. Maar dat is niet mijn probleem. Dat kan allemaal. Oh wacht. We kunnen trouwens ook gewoon een rechte bocht maken, besef ik me net. Hier, dit kan gewoon. Slow to fucking steep. Oh. Wacht. Kan iemand mij vertellen waarom dit steep is? Ah ja. Oké. Okay. Nu snap ik je probleem eigenlijk wel. We zijn helemaal nog niet zo hoog hier. Hoger, hoger, hoger. Ja, 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 ja. We komen er wel, we komen er wel. Not enough fucking money. Dude, dit kost me fucking 3.000. Never mind. We zijn er nou echt bijna op de top. Alleen gewoon nog net niet genoeg. Het is letterlijk zo'n. Ah. Maar we zijn dan dadelijk boven, dus ik denk dat het wel waard is uiteindelijk. Alleen. Deze tunnel moet alleen toegang geven tot dit kleine stukje. Want als we hier te veel gaan doen, wordt dit de enige toegangsweg naar zo'n heel gebied. En dan wordt het daar veel te druk en dat gaat dus niet werken dan. Sloop dus te steep, slop te steep, slop te steep, sloop te steep. Oh, hier zou het in principe werken. Alleen te steeds op het fucking einde. Wacht, we kunnen dit in principe wel wat verlagen, denk ik. Weet je wat, ik doe even een lening, want uh, zo schieten we dus totaal niet op hier. 60.000 euro. Misschien niet de beste keuze. Alleen anders schieten niet op als we steeds geen money hebben. Ja, steeds op het einde. Kun je hem goed. Dat is ook niet echt de bedoeling, hè? Maar we zijn boven. Wacht, dit kan. Dit kan? Ja, ja, oké. Okay, dit kan. Dit kan, dit kan. We kunnen niet die kant op, daar is het uh, net weer iets te veel gevraagd. Um, als jullie trouwens mensen op de achtergrond horen, sorry, het is bezoek. Zo min mogelijk. En dan kunnen we hier. Waarom is dit nou weer zo fucking steep? Jullie hebben ook altijd wat te klagen, hè? Het is altijd wel weer wat. Weet je wat? Eh... Uh, geribbelde weg. Nou, we zijn boven, jongens. Halleluja. Het heeft ons een fucking fortuin gekost. Maar we zijn boven. Dus ik ben blij. Kunnen we nou wel hierheen? Nou, no, no. Dit gaat sowieso te stijl worden. Maar we kunnen nou in ieder geval hier wonen. Eh... Uh, ja, dit is dan weer typisch zoiets waar ik echt denk van... Uh, wat moet dit zijn? Een of andere stekel... Berg. Nee, dat hoeft niet van mij hoor. Dat hoeft allemaal niet. Zo. Dit is ons resultaat. Ik weet niet. Misschien als er huizen zijn dat het dan wat mooier eruit ziet. Ja. Ja. In ieder geval geen winkels hier neerleggen. Want dan gaan er allemaal vrachtwagens omhoog. En dat is niet de bedoeling. Dus gewoon huizen. En uh, eigenlijk niet om die tunnel. Ja, wel om die tunnel heen. Zodat het een beetje bedekt wordt. Maar we gaan sowieso die tunnel een beetje bedekken met bomen. Want ik vind hem niet heel mooi of zo, per se. Kijk, dit kan nog wel. Dit kan nog wel. Dus hier, die huisjes kunnen weg. Is er geen raar één huisblokje ding? Nee. Wacht, kunnen we echt niet hier omlaag? Nou ja, sowieso, dit heeft totaal geen zin om daar uh, huizen te maken. Kijk, kunnen we hier verder niks op deze berg zetten? Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo'n hoge bergtop als je het zo bekijkt. Maar ik denk dat als hier uiteindelijk huisjes komen, dat het best nog wel eens mooi kan zijn. Dus we laten nu gewoon voor wat het is... Kom maar hier wonen. Kijk, er komen al de eerste mensen wonen. We leggen daar wat water aan. Zo. Kijk eens aan. Ik verheug me er eigenlijk best wel op. Dat mensen hier komen wonen. Wacht, heeft deze weg eigenlijk wel veel zin? Want volgens mij. Als we dit weghalen, hebben we veel meer plek voor huizen. Nou, nah, maar zo ziet het er sowieso mooier uit, denk ik. Oké okay dan. Jullie hebben energie nodig. Dat komt nog wel goed. Daar heb ik mijn power relays voor. Hoop ik. Waarom werkt ook niks meer, mijn leven? Slow to fucking steep. Ik zal even laten zien hoe zo'n uh, power relay eruit ziet. Het is letterlijk gewoon zo'n airco ding of zo. En wat het doet: gewoon de energie connecteren, zeg maar. Maar ik denk dat het wel leuk is als we misschien wat uh, van die powerlines hier de berg op hebben gaan. En dan zeg maar zo een beetje kronkelend zo. Ja, ja. Ja, ja. Alleen deze powerline vind ik dan net weer niks. Ik ben echt zo'n kieskeurig mens, maar ik vind gewoon, deze stad is een serieuze stad, dus ik vind dat die er mooi uit moet zien. Misschien zijn jullie dat niet van mij gewend naar Poopdam, maar uh, dat is wel iets wat ik belangrijk vind, dat ik een mooie stad heb. Kijken, zo, dat kan wel. Uh, ja. Zo. Stroom op je bakkers. Dus helemaal alle stroom die hier naar deze stad gaat, moet door deze huisjes heen gaan, door een kabeltje wat daar ligt. Is in principe wel leuk. Oké, okay, dus we hebben nou een hele verkrekte powerline hier. Uh, die uiteindelijk echt wel veranderd moet worden, want dit ziet er echt niet uit. Misschien was het beter als we de powerline zo lieten gaan. Maar weet je wat, op dit moment... Uh, we gaan met iemand door de tunnel. Ik weet niet eens of dat kan. Hoe ziet het eruit als we door de tunnel gaan? Een zwart gat. Oh ja, um, de tunnel, dames en heren. <laughs> ja, le leuke tunnel. Echt zo'n tunnelgevoel. Uh, oh kijk, daar is het einde van de tunnel. Yo! Nice. Oké, okay. in principe. Als we hier nog wat boompjes neer kunnen gooien, zou dat ook mooi zijn. Even kijken. Daar nog een boompje, Daar nog een boompje. Oh, er is criminaliteit, maar er rijdt letterlijk net een fucking politieauto. De burgemeester zat ook nog eens in die auto. Dus ik vind dat de criminaliteit hier een beetje teleurstellend is in dat geval. Ja, hij is alweer weg hoor. Hij is alweer weg. Oké, okay, misschien een overload aan bomen. Laten we er een paar weghalen. Zo. Perfecto. Wat is jouw uitzicht? Wat is jouw uitzicht? Wat is jouw uitzicht? Tiering. Als dit daar. Uit... Oh, waarom hebben jullie geen energie daar in de verte? Energieprobleem. We kunnen nou inmiddels deze weer betalen. Hartstikke flats. Zo. Uh, waarom hebben jullie een energieprobleem? I don't get it. We hebben. Oh god. We hebben totaal niet genoeg energie. Kunnen we hier nog een van jullie neerkwakken? Eh. Uh, fuck, fuck. Nee. Jammer. Wacht. We kunnen er hier nog wel eentje bij zetten, waarschijnlijk. Of niet? Ja, Ik wil liefst geen huizen vermoorden. Sloop de steep, sloop de steep, sloop de steep. Uh, ja, kijk. In principe is het bullshit. Want het is zo'n dun paaltje. Je zou hem overal neer moeten kunnen gooien. Maar aan de ene kant snap ik het ook wel weer. Oké, okay, het kan dus simpelweg gewoon niet hierop. En hier zou nog wel kunnen. Ja. Wat is die flats? Ja, die staat best wel mooi. Alleen jammer dat die die kant dan wel weer op staat. Dat vind ik dan wel weer jammer. Er is trouwens veel criminaliteit. Dus uh, waarom is de criminaliteit hoog? Alles is blauw. Oh nee, wacht, dit is fire, toch? Nee, dit is fire. Ik heb nog geen brand gezien, dus uh, daar moeten we ons nog geen zorgen over maken. Elementary School, kan er nog wel eentje bij eigenlijk. Hierboven sowieso niet. Die moeten gewoon door de tunnel omlaag, vind ik. Want dat neemt veel te veel plaats in. Even kijken, misschien kan er hier nog wel eentje. Ja, ja, oké. Okay. Verder willen ze ook een high school. Daar heb ik sowieso te weinig van. Ja, er willen 340 mensen naar de high school. Maar ik vind het, als ik eerlijk ben met jullie, niet zo heel handig op dit moment nog een high school. Oké, okay, dus we hebben deze aflevering verrassend weinig gedaan eigenlijk. Maar als jullie zo kijken, het ziet er echt mooi uit. Ik bedoel, je hebt hier een mooi plateautje. Je hebt hier een heel mooi plateau. Ik ben er echt trots op. Het zijn wel hele kleine huisjes. En de tunnel, ja. Juma met een beetje snelheid door die tunnel aan te komen. En je zit echt, gelijk, wow, damn. Ja, dat moet je niet hebben. Dus, misschien moeten we daar iets neerzetten of zo. Gewoon dat het lijkt. Dat het echt lijkt. Um, hebben we daar iets voor? Grow the city. Ja, we hebben. Ik weet dat we. Industrie willen, maar I don't give a shit met jullie. Wat kunnen we hier neerleggen? Een, een pier, ja, een pier. Hype Hi hier als je dit kijkt. Uh, ja, letterlijk een vriend van mij, Pier. Oké, okay, dus dat gaat niet. Maar we kunnen daar wel bushes neerzetten: bushes, 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 bushes. Kijk, zo dus. Dan heb je in ieder geval een beetje veiligheid of zo. Dat geeft toch iets meer veiligheid dan. Ja, ja, moet kunnen, hè. Ja, de tunnel wordt goed gebruikt. Dus dat is goed nieuws. Hoe gaat het met de traffic in de stad sowieso? Waarom is er zoveel criminaliteit? Ik snap het niet. Alles is in principe nog redelijk goed. Uh, weet je wat? We gooien er hier nog eentje neer. Ja, dat moet het doen. Oké, okay, nieuwe industrie. Even kijken, laten we dat één baans weg maar even aanhouden. Gooien we eerst deze weg wat verder. Zo. En hier wil ik uiteindelijk nog een beetje stad, denk ik. Dus als we hier nog wat van dit zo. Bam. Bam. Uh, bam. Oké. Okay. Grow your industry, motherfuckers. Kijk, ze komen, ga like. Ik hoop dat je blij bent met je industrie. Ik ben er totaal niet blij mee, namelijk. Willen ze nog meer? De demand gaat nog steeds omhoog, joh. Of is nog steeds ziek hoog. Nou ja, weet je, we kunnen het regelen. Het kan allemaal hier. Even kijken, deze weg moeten we dan uh, die kant opgooien. En dan hebben we nu hopelijk genoeg industrie. Ik zou het niet weten eigenlijk. Even kijken, gooien we er nog wat water neer. Nice! Oké, okay, dus uh, die gaan nu omlaag. En zoals jullie zien, de stad begint daadwerkelijk iets te lijken. Hier begint langs een mooi paasvlekje te komen. Maar ik wil hier een vissersdorpje gaan maken aan deze kust. Want dit is een heel mooi stukje. Dus deze pomp die gaat uiteindelijk zo ver mogelijk daar in de vechten. <laughs> Kijk trouwens even dit. Kijk dit toch. Kijk dit toch. Wauw. Zelfs daarboven gewoon mensen die daar wonen. Precies wat ik in gedacht had. Dames, en heren, jongens en meisjes. Ik spreek jullie allemaal in de volgende aflevering van City Sky Heights. Doei doei.